Hoi, ik ben Lotte van de Nationale Milieudatabase. Vandaag werk ik een dagje thuis, zoals je misschien wel ziet. En ik dacht dat is een perfect moment om jullie te vertellen wat voor data er nou in de Milieudatabase zit. En wel aan de hand van deze infographic. Ik hoop dat deze infographic een beetje goed te zien is. Zo niet, we hebben hem ook op onze website staan en ik zal een linkje hieronder zetten. Er staat ook een verhelderende tekst bij, wat iets meer deelt dan wat ik nu hier ga vertellen. Want we hebben bouwproducten. Van bouwproducten worden levenscyclusanalyses gemaakt, ofwel een LCA. Een LCA meet de milieueffecten van een product of een service over de gehele levenscyclus. Dus bouw, gebruik, sloop, hergebruik en productie, die kwam er even voor. Dat wordt dus al deze milieueffecten, het zijn er 19 impactcategorieën momenteel, die worden opgeslagen in een milieuprofiel. En dit milieuprofiel wordt dan omgezet in Environmental Product Declarations zonder de gevoelige informatie. Nou, deze EPD's, die zitten in onze database. Dus de database bevat allemaal milieuprofielen omgezet in EPD's. Deze worden vervolgens gebruikt om in een set van bouwproducten de MPG van een gebouw te berekenen door gebouweigenaren, bouwondernemers en ook in de ontwerpfase door ontwerpers. Nou, dat is dus heel kort gezegd wat voor data er in de NMD zit. Wat we daar allemaal mee kunnen doen, dat gaan we later weer vertellen.